Ik ben iets helemaal vergeten. Hoi en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Het was zo erg druk bij Inge dat ik dat helemaal vergeten ben. In ieder geval, allemaal gelukkig nieuwjaar en veel plezier met het kijken van deze vlog. Een hele goede morgen. Ik krijg je ervan als er tweejarige kinderen op de bank mogen slapen. Dan gaan die van ons er lekker bij liggen. Ik heb geen tijd meer gehad om te vloggen. Het is nu 6:30. Wij zijn onderweg. Liam komt er nu achter dat we echt naar huis gaan. Nee, dat is een filmpje. Oh, dat is een filmpje. Oh, kom eraan. Maar ja, ik heb dus niet meer gefilmd. Dus ja, dat. Maar we zijn onderweg naar huis. Een hele goede morgen. Dat kind was gewoon al om 4:00 wakker. En hij heeft niet alleen zichzelf wakker gemaakt, nee. Sam moest natuurlijk mee wakker worden, want ja, hè, zo hoort dat nou eenmaal. Dus ze hebben bij ons in bed, hebben ze film gekeken. Zo gezellig. Heel gezellig, maar goed. Hè? Ik heb inmiddels alweer, want we zijn rond een uur of, even kijken, Niels is om. 6:30 weggegaan, 6:45, want die zei ja, dan ga ik gewoon vroeg beginnen met werken. Prima jongen, succes. Dus dat, die zus alweer werken. Ik moet daar nog naar de winkel, maar meneer heeft dus besloten, oké, ik was om 4:00 wakker, dus kan ik nu mijn dutje gebruiken. En sommige mensen zullen denken, maar dan heeft hij geen ritme. Die had hij dus helemaal wel, hè. Maar meneer heeft op de een of andere manier zijn hoofd geprent dat hij om 4:00 wakker moet worden. En dan staat hij ook aan. Dus dan staat hij aan. Dat. Maar goed, ik ga even wachten tot hij wakker wordt. Ik hoop dat hij daar wakker wordt. Dan krijgt hij een fles melk. En dan kan ik iedereen aankleden en gauw naar de winkel. Want ik heb niet veel in huis. Dus ik moet even het hoognodige halen om vandaag zeg maar door te komen. Morgenochtend komt picknick. Dus dan krijg ik mijn boodschappen voor de komende dagen, zodat ik niet weg hoef. Daar ben ik blij mee. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat de bedoeling is. Ik heb afgelopen weekend niet veel gevlogd. Dat is echt omdat het gewoon druk was en de kinderen waren druk en ik snap dat ook, want hè, vuurwerk enzovoorts, verjaardag, was allemaal druk voor die kinderen, dus ik snap dat volledig. Dus ja, ik heb gewoon niet veel gevlogd, want wij als 4 ouders gaan dan in oudermodus. En Inge doet gewoon haar huistuin en keukendingen. Ik doe er alles omheen, zeg maar. Dus stel nou dat de kinderen, zeg maar, bijvoorbeeld 's morgens geven mijn kinderen altijd fruit. Ik regel dan het fruit. Want het is niet alleen voor mijn kinderen dat ik het regel. Er zijn meerdere kinderen die fruit willen. Dus dan krijgt de rest ook allemaal fruit. Dan roep ik, wie wil er fruit? Nou, dan ga ik dat maken. Broodjes, wie wil de broodjes? Nou, hier, kom eten, weet je wel. Dan zorg ik dat mijn kinderen broodjes hebben. Diegene, Jinte, als Jinte eten wil, zorgen dat Jinte eten heeft. Meestal Jinte als eerste. Omdat we anders dan zeg maar met de gluten zitten. Avondeten. Meestal doe ik dat ook maken. En Inge doet er ook zeg maar dan bijvoorbeeld heel veel omheen. Haar was wassen, dat soort dingen allemaal. En ik doe dan de vaatwasser uitruimen. Kind even bij me roepen van, goh, help me even. Dus dat. Dat heeft gewoon een onbesproken systeem. Het wordt gewoon niet besproken wat dat systeem is. Dat werkt gewoon zoals het is. ja. En tussendoor, zeg maar, verzorgen we ook gewoon de kinderen, dus luiers verschonen. Niels zeg ik ook heel vaak van, doe even luiers, jongen. Weet je wel zo. Gisteren hadden ze dus verjaardag. En op een gegeven moment, we moesten nog even stofzuigen en dweilen. Dan doet zij stofzuigen, ik doe dweilen. Ja, dan ben je ook snel klaar.
Maar toen hebben we dus alle kinderen meegestuurd met Niels en met Emiel, zodat we dat even konden doen. Dus ja, de enige die dan bij ons bleven waren Jordi en Jinte. Dus ja, dat. Dus ja, je bent dan even in die modus en je wil dat allemaal gedaan hebben en klaar krijgen. En, ja, dat. Dus ja, daarom hebben we niet gevlogd, want het was gewoon druk. Dus ja, dat. De rest van deze week hou ik het sociaal gezien zo min mogelijk. Ik ben gewoon op dit moment even sociaal overprikkeld. Heeft niks mee te maken met Inge of wat dan ook. Dat heeft gewoon echt met mezelf te maken. Ik kan heel sociaal zijn. Ik kan heel sociaal gezellig meedoen. Maar op een gegeven moment ben ik even sociaal. En ja, dan doe ik gewoon even deze week, de rest van de week doe ik gewoon even rustig. Inmiddels is het me gelukt om naar de winkel te gaan. En is het me gelukt om weer heel terug te komen en fruit te geven aan de kinderen. En het is inmiddels 11:30. En wat hebben jullie gehad van tante Inge en oom Emiel? Ja, wat hebben jullie gehad? Jullie hebben Sam en Liam, want ja, Jordi boeit dat natuurlijk niet. Maar die hebben een takkie gehad. Tada! Takkie, hè? Is takkie. Goed zo, takkie. Dus takkie, hè? Want er zit een reden achter. Jinte is gek van takkie en hun grappen elke keer. Jinte, hun takkie. Jinte heeft meerdere takkies, hoor, dus dat is het probleem niet. Maar waar Jinte is takkie. En oh, doe je kusjes geven aan takkie? Maar omdat ze dus, elke keer die takkie jatten, hebben we dat gegeven aan hun. Zodat ze in ieder geval daarmee vooruit komen. Niels heeft Ranja halen bij de Netorama. Hier wordt Ranja gezopen als een gek. Dus ik zeg tegen Niels, ga maar lekker daar halen. Dat is goedkoper. Dus dat. De kinderen en dus Liam, Sam en Jordi, die eten schnitzel met gebakken aardappeltjes en boontjes. Dus dat ben ik nou maken. Niels en ik eten lahmacun. Ik hoop dat ik het goed uitspreek voor de Turkse mensen onder ons. Ik ben daar niet super goed in. Volgens mij is lahmacun. Kan het verkeerd hebben. Ik ben kipswarm aan het maken. Daarbij heb ik komkommer, tomaat en rode ui. En wat ik daar ook bij heb, is een rode kool. En dan denk je, rode kool? Ja, is lekker. Geloof me maar, is echt lekker. Ik heb een kwart rode kool gesneden hier. Daar heb ik zout overheen gestrooid. En daar is nu vocht aan het uitgaan. Ik ga het even uitknijpen. En dan ga ik het in dit bakje doen. En dan ga ik even laten zien hoe ik het saus maak. Ik ga niet in hoeveelheden praten. Jullie gaan gewoon zien wat ik erin doe. Ik heb hier de rode kool. Die heb ik uitgeknepen. Oh, dit ruikt altijd zo goor. Maar als dit erop zit, dan is dat wel lekker. Ik heb een klein mini bakje. Deze ijzeren bakjes heb ik bij de Action gehaald. Die waren vorige week ergens in de aanbieding. Wat heb je nodig? Azijn. Een beetje olie. Dan denk je, dit is te veel. Nou ja, ik doe het maar gewoon op gevoel. Dit is mosterd. Daar mag je ook gewoon wat van in doen. En dan heb ik suiker. Daar kan ik dan wel weer de grammen van zeggen hoeveel ik er nu in doe. Dit is eentje van 5 gram. Peper. Ik pak dan even een vorkje en ik ga het even mengen. Dus, dan ziet de consistentie er zo uit. Dit is gewoon puur en alleen gemengd. Dit is verder niks raars. Dan moet ik even proeven. Nog iets meer.
suiker in. Doe ik nog een beetje, een half zakje of zo. Hele shiny jongeman. Ja, doe maar zeuren. Ik heb honger, mama. Ja, het staat aan. Ik kan er niet meer van maken dan dit. Hij is goed zo. Dan heb je dit. Hoppakee. En dan is het gewoon een kwestie van even goed mengen. En je kan zelf de hoeveelheden aanpassen hoor. Uiteindelijk wordt het een beetje paars-roosachtig. Ik snap ook niet waarom ze dit rooikool noemen. Maar goed hè. Ik vind het paarskool. Paars-roos. In ieder geval ja, dat. Dit is het. Tada. Dit eten we vanavond al. Niet alles. Dus ik heb ook nog lekker voor morgen. Op brood. Maar hoor, dit is al lekker. Ik ga verder met eten. Oh, en waar je precies bij kan eten. Je kan het, als je een boterham eet met kaas, kun je het op je kaas doen. Je kan het op je ham doen. Je kan het, je kan het zo gek niet verzinnen of je kan het er eigenlijk wel op doen. Gewoon uitproberen. Ik vind het ook heel lekker om een pita broodje met kaas te eten, bij wijze van spreken, en dat er bovenop te doen. Je kan echt alles ermee doen. Je kan het ook door een salade heen doen. Nou is dat niet wat ik ga doen, maar het kan wel. Een hele goede morgen. Ik heb vanochtend, ik had bij Picnic besteld, die is gekomen. Dit zijn al mijn fruit- en koelingproducten. Tada! Ik had dit keer geen vriesproducten. Dit zijn alle conserven enzovoorts wat ik aan wil vullen. Dus dat. Want ja, ik ga nou niet elke keer met de kinderen naar de winkel lopen. Daar heb ik echt geen puff voor. Ik ga heel eventjes alles wat in de koelkast moet in de koelkast doen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook deze. Dat zijn bokgroenten. Roerbak fijn. Daar heb ik 3 zakken van. En die doe ik wel in de vriezer. Gehakt heb ik 2 keer. Ja, dat doe ik wel 1 van in de vriezer. Nou, dat soort dingen. Dus ik heb ook voor de kindjes heb ik eierkoek en dat soort dingen. Allemaal fruit. Ik heb allemaal lekkere dingetjes voor ze besteld. Voor deze week nog door te komen. En ja, dan ga ik even opruimen nu. En mijn koelkast proppen. Dus mijn koelkast weer gevuld, want die was vrij leeg. Nou, ik ben fruit aan het geven. De kindjes zitten daar. En, happen. Ik heb al het fruit schoongemaakt. Dus zijn gewassen en alles. Het staat weer lekker vers in de fruitschaal. Dus ik heb weer volop fruit. Ik had ook watermeloen. Die heb ik gesneden. Die ligt in de koelkast. Ik heb alles weer voor de komende dagen gereed. Hier, lekker peertje. Ja, lekker peertje eten. Jawel. Dan moet hij even moeite doen ervoor. Maar goed. Het kindje zit lekker te bunkeren. Ik ga daar ook even eten. En dan zien we wel weer hoe alles loopt. En ja. Ondertussen ben ik gewoon van alles aan het doen. Maar ik heb net eventjes de focus op fruit gelegd. Een hele goede morgen. Jordi, die had er genoeg van. Die ging in de keuken zitten. En toen bedacht hij, oh, dan kan ik mama gaan knuffelen. Ja. Je mama knuffelen. Ja. Hallo. Hij is hartstikke vrolijk. En Liam, die komt ons vergezellen. Ja. Hallo. Hij zit hier ook gewoon vrolijk te zijn.
Hij denkt, ik wil niet op camera. Nou ja, hè, dat. Ja, dat. Gisteravond hadden we een ijstaartje gegeten die Niels voor zijn kerstpakket had gehad. Ik ben ziek geweest, jongen. Ziek. Ik had dumping van heb ik jou daar. Dat was te zoet. Ik ben op tijd mijn nest ingegaan. Laten we het daarop houden. Ik heb tot vanochtend 7 uur doorgeslapen. Dus ik had er veel last van. Ik heb er nu nog wel last van, hoor. Zo zoet dat het was. Maar bovenlevend wel. Maar nu ben ik lekker aan het knuffelen met deze grote bullebak. Wat ga je allemaal doen? Wil je ook knuffelen? Oké. Maar in ieder geval, ja. Ik ben nog even aan het knuffelen. Ik heb even voor Liam Jordi zijn mat gepakt. Dat is zeg maar... Jordi speelt daar niet op. Maar dat is zeg maar de mat die ik altijd pak als ik weet van hè, de kindjes willen spelen. Om hier beneden neer te leggen. Maar ja, Liam is daar nu lekker op aan het spelen. Met de Playmobil, die heb ik ook naar beneden gehaald. Gaat straks weer naar boven. En anders morgen. Jordi zit nog steeds in de keuken. Ik heb hem inmiddels even zijn tablet gegeven. Want dan kan ik fruit maken. Ja. Dat. Ik krijg vandaag een aantal pakketjes binnen. Ik probeer jullie daarin mee te nemen. Want we hebben natuurlijk kinderbijslag gehad. En... Liam en Sam hebben heel veel broeken, maar ik heb ook heel veel broeken van Jordi toen de tijd, toen hij nog die maat had. Ik heb ook altijd heel veel kleding gekregen, maar die broeken zijn een beetje aan het slijten. En aangezien Liam heel veel op de grond dendert en doet, had ik gewoon nieuwe nodig. Dus ik heb wat broeken besteld, ik heb wat voor Niels nog shirtjes besteld. Ik heb voor mezelf schoenen besteld, want ja, ik loop alleen maar op die zwarte Vans. En dus ik heb nieuwe Vans erbij besteld voor, zeg maar, te dragen. Niet op die zwarte weg doen, want die zwarte zijn nog gewoon prima. Maar dan kan ik die ook een keer aandoen. Ik heb iets voor mijn kastje besteld, voor mijn roetsteenkastje. Ik heb luiers besteld bij de Kruidvat. Nou, ik ga jullie daar gewoon in proberen mee te nemen. Dus ja, ik heb wel de luierdoekjes heb ik al binnen gehad van de Kruidvat. Wij gebruiken altijd de waterdoekjes. Dus ja, dat. Ik ga jullie daar gewoon in proberen mee te nemen. Want ook ik doe zulke dingen van de kinderbijslag. Niet zozeer de schoenen, maar gewoon zeg maar spullen, kleding bestellen en dat soort dingen. Niet dat ik heel de kinderbijslag heb opgebruikt of zo, want de rest staat allemaal gewoon een spaarrekening. Maar ja, er waren wel een aantal dingetjes nodig. En Niels die zei van, nou dan bestel je dat, als je dat nodig hebt. Dus dat doe ik. Ook ik doe dat. Ook ik doe zulke dingen. Dus ja, dat. Alles is weer in kan en kruik als ik het vandaag binnen heb. Ja, morgen krijg ik ook nog wat binnen. En als het goed is krijg ik zaterdag nog wat binnen. Maar daar ga ik jullie allemaal wel in meenemen. Zit je te lachen? Fijne vent. Zit je nou te schijten? Niet mijn oortje, gek. Mijn haar. Ja. 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 Deze hoort daar, hè? Ja.
kom maar daar liggen. Zie je, nou is hij weer compleet. Zeg maar neer. Goed gedaan. Ja, mama gaat jou luier doen. Mama komt er aan. Mama gaat jou luier doen. Ik heb het gezien. Mama doet dat. Mama moet eerst even afsluiten met Jordi. Peppa Pig. Mama moet eerst afsluiten met Jordi en dan is het goed. Ga je weer zitten? Ga je weer spelen? Ja, ga je spelen? Ja? Ga maar spelen. We gaan maar eens even een luier doen. Ik heb weer iets geregeld. Hij drinkt uit een 360 beker. Dus zijn eigen beker. Lekker hè? Oh, wat doe je er goed. Ja, hij wou het absoluut niet. Maar ik had deze al in huis gehaald voor het geval dat. Want we moeten hem daar uiteindelijk natuurlijk wel in krijgen. En ik heb hem zover. Dus dat is alleen maar goed. En laat jouw beker eens zien. Want je hebt een eigen beker, hè? Kijk, dat is zijn beker. Maar die heeft hij al even, hoor. Die heeft hij al vorige zomer of zo. Dus ik doe het bij hem afwisselen. Omdat hij de ene keer wel eruit wil drinken en de andere keer niet. Dus ik vraag van, wat wil je? En dan wijst hij het aan. Dus ik heb het bij Sam nu zover. Dit is echt 5 minuten geleden of zo. Dat hij die van Liam had gepakt en dat ze zoiets had van, ik vind het eigenlijk wel interessant. Dus, ja. Liam, zo ga je dadelijk vallen. Doe eens niet. Wil ik niet hebben. Dus, happy de peppy daarmee. Goed bezig. Nou, Liam zit het al aan het spelen. Hè? Die zit nu voor het eerst heel eventjes achter zijn dingetje. Maar dat komt ook omdat ik hem koekjes heb gegeven. Ik zei tegen hem, ga jij maar eventjes lekker zitten en ga jij maar eens eventjes lekker koekjes eten. Want hij had nog geen rust aan zijn kont om eventjes te zitten. Dus ik heb ze koekjes gegeven. Maar wat doe jij nou altijd als jij een bakje leeg hebt? Dan zet jij hem meestal op je hoofd, hè? Ja. Dan zet hij hem meestal op zijn hoofd. Dan zet hij hem meestal op zijn hoofd en dan gaat hij, zegt hij op. Meestal bedoelt hij dan dat ik nieuwe moet geven, maar... vind ik in dit geval niet zo nodig. Maar meestal gaat hij zitten heel protesterend op de bank. Zo. Dan gaat zet hij hem op. Maar omdat ik nu aan het filmen ben, wil hij het niet laten zien. Want net zat hij al 10 minuten met dat op zijn hoofd. Zit hij mama op. Ja, klopt jongens, op. Maar je krijgt geen nieuwe. Gekkie? Dus dat... Ook als hij chipjes heeft gehad, zet hij hem ook op zijn kop. Ik ben een gekkie. Op. Ja, is op. Op. Papa. Yes. Nee, je krijgt geen nieuwe. Zie je? Is op. Op. Ja, op. Maar je krijgt geen nieuwe. Nee. Want straks moet je ook weer eten. Straks moet je ook weer eten. En we eten vandaag frietjes. Hier baal ik al echt heel erg van. Ik ben gewoon thuis. Er is niemand aan de deur geweest om mijn pakket af te geven. Niemand. Ik zou 2 pakketjes krijgen. Niemand is aan mijn deur geweest. Helemaal niemand. Staat er, we hebben u gemist. Nou, echt. Er staat duidelijk op mijn deur dat ze moet kloppen. Het staat allemaal duidelijk. Gaat 9 van de 10 keer gewoon altijd goed. Nu weer niet. Ik kan daar gewoon niet zo goed tegen. Echt niet gewoon. Ze zijn samen aan het spelen. Die hoort daar niet. Laat eens kijken. Dat is deze. Nee, deze. Die? Die? Die is deze. Ja, goed zo. En die is deze, Sam. Goed zo. Ja, goed zo, Liam. Goed zo. Nou, nog eentje. Kijk,
Doe jij Sam helpen? Lian, kijk eens. Doe jij Sam helpen? Waar moet hij u aanwijzen? Het is deze. Waar moet hij? Nee. Maar hier. Andersom draaien. Draaien. Jee, goed zo. Doe maar open. Goed zo. Doe maar proberen. Nee, die niet. Die ook niet. Draaien. Draaien. Goed zo. Hier nog eentje. Goed zo. Hey, wat goed, Sam. En waar hoort die? Goed kijken naar de vorm. Zo is de vorm. Zo. Draaien. Deze past erin. Zo doen. Mama jou helpen. Probeer dan. Die moet hierin. Liam zegt het ook. Draaien. Goed zo. Goed gedaan. Ik had even wat boekjes eruit gehaald. Boven van zolder. Opa. Doe maar dicht. Goed zo. Welke is dat dan? Liam, doe ze aanwijzen voor Sam. Dan. Ja, is goed zo. Die is het. Goed zo. Welke is dat? Nee. Nee, inderdaad, nee. Mooi. Ja, goed zo. En welke is dat dan? Kun je Sam ook helpen? Welke is dat? Nee. Nee, dat is niet die. Dat is deze. Draaien. Goed zo. Nee. Ja, goed zo. Nee. Nee, welke is dat dan? Doe eens kijken naar de vorm. Doe eens kijken naar de vorm. Welke is dat? Welke is dat? Goed zo. Goed gedaan. Dus zo zijn ze lekker aan het spelen. Soms is het gewoon handig om wat je voor die grijze dakduif hebt gegeven, nog even terug boven neerlegt en het nu kan pakken. Liam is eventjes naar een verjaardag van het lichtje van de drie kids. Maar Niels die was niet vrij. Die moest gewoon werken. Dus ik zei ja, dan neem maar Liam mee. Dus ik heb deze van stal gehaald, want Sam was een beetje verdrietig. Dus ik heb deze van stal gehaald en ik heb gezegd tegen Sam, kom, gaan we even spelen. Dus dat zijn we nu aan het doen. 3, 2, 1. Goed zo. Dus Jamie, als je dit ziet, van harte gefeliciteerd, meid. Even. 3, 2, 1. Leuk, hè? Hij kan namelijk uren met zoiets spelen. Uren. 3, 2, 1. Yay! Dus we gaan nog even verder spelen. Ik heb toch 2 pakketjes al binnengekregen. Laten we even gaan kijken. Dat niet op de rotzooi daar, want ik moet dat nog opruimen. Dit is kruidvat. Daar zit natuurlijk een dikke hoeveel plastic in. Nou, daar heb ik 6+. Die krijgen de kids altijd voor de nacht. 5+, die krijgt de kids altijd overdag. Hier heb ik ook 2. Hier heb ik een... Wat voor iets is dit? Het is een spelletje. Kijken. Oh ja, dat is zo'n ding waar je zeg maar...
dingetjes in kan doen. Daar zijn Sam en Liam momenteel helemaal van. En als er dan eentje kapot gaat, dan heb ik er eentje reserve. Ik heb een handpompje voor bij het keukentje. Liam is momenteel heel erg van het keukentje. En dat doe ik niet nu geven hoor, die doe ik van de week ergens een keer. Dan kan die, want hij is op dit moment als ik in de keuken sta en dingetjes aan doen, maar wil die ook altijd in de keuken staan. Als ik mijn handen was, staat hij ook altijd onder de kraan handen te wassen en te doen. Dus ik dacht, nou dan zet ik er een zeeppompje bij. Ik heb deze. Dit is een andere kleur dan die ik al heb. Want om die hem uit een open beker te laten drinken. En mijn eigen horloge, die is kapot. Ik heb altijd gewoon een goedkope horloge. En die zijn kapot. Tenminste, eentje is kapot. De ander doet het niet meer. Ik krijg hem ook niet open voor een andere batterij. En ik doe altijd maar goede kopen horloges. Dus deze had ik ook alweer voor 8. Deze had ik voor 8 euro gevonden. Ik denk, nou ja, hè. Kan ik in ieder geval weer een horloge aandoen. Dus dat. En ik had ook bij Zalando besteld. En die doen natuurlijk ook. Zou jullie even zo draaien. Die doen natuurlijk ook vanuit andere versturen, zeg maar. Dus dat andere bedrijven daar, net als bol.com, dat andere bedrijven daar kunnen adverteren. Daar heb ik joggingbroeken voor Sam en Liam besteld. Dat is vijf pak. Zwart, grijzig. Beetje zandkleurig, een groenachtige en deze kleur. Dus dat. De twee pakketjes heb ik kunnen regelen dat die morgen dan binnenkomen. Dus dat ga ik morgen zien. Morgen komt als het goed is ook nog een H&M pakketje binnen. Vanavond komen er als het goed is ook nog twee pakketjes binnen. Maar als die binnenkomen, laat ik jullie dat zien. Niels is nog met Liam weg. Maar ik heb ondertussen twee pakketjes binnengekregen. Joep, hou eens op. Ik heb wel Sam en Jordi naar bed gedaan. Die waren allebei hartstikke moe. Dus ja. Nou weet ik niet wat er dus in deze pakketjes zit. Want dat is iets wat Niels heeft gespaard. Of gespaard, besteld. Ik heb wel een idee. Maar, nou ja. Ja. Op dit moment is ons Sammetje helemaal gek van George. Van Peppa Pig. Die roept ook de hele tijd George. Nou, dus Niels heeft George besteld. Voor Sammy. Niet om nu te geven. Maar voor als die een keer. Hè? Je weet wel. Opa en oma Pig. Hij is er helemaal gek van momenteel. Het gezin van Peppa Pig in een wat kleinere versie. En het gezin van Peppa Pig in een wat grotere versie. Dus dat. Hij vindt het helemaal geweldig. Hij gaat daar heel goed op. Dus prima. Daar ben ik heel blij mee dat hij daar goed op gaat. Dan heb ik mijn organizer ook binnen. Even een mesje. Ik moet deze wel even stoppelen voor als Liam daar binnen loopt. Dan ziet hij niet wat het is. Dus de organizer. De scheidtijreps om. Oh, ik heb altijd zo'n hekel aan die tijreps. Maar goed, het is gelukt. Tada! Ik ga dit even in elkaar zetten. En dan ga ik jullie zien hoe het eruit ziet.
En dan ziet het er zo uit. Deze kan uitschuiven. Dus ja. Dit ga ik straks in het gootsteenkastje maken. Als Liam zodra ik thuis kom, krijgt hij fles melk en gaat hij lekker zijn nest in. Daarna ga ik je opruimen. Oh nee, eerst eten, dan opruimen. En ja, dan laat ik morgen zien hoe het in het keukenkastje staat. In de volgende vlog dus. Ik ga bij deze ook deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.